Kijkers van JWTV, welkom bij deze uitzending. Niet alleen vandaag feest omdat JWTV een jaar bestaat, maar ook het... Dankjewel Marjolein. Marjolein Beumer van het Jenever Museum, zeg ik dat goed? Ja, Stichting Nationaal Jenever Museum. Marjolein, waarom al die mensen? Niet voor mij denk ik, maar voor jou. Ja, ze komen inderdaad voor ons. Na heel veel jaren hard werken hebben we eigenlijk een soort van nieuw museum. Dus iedereen is heel nieuwsgierig. Wat was de aanleiding om te vernieuwen? Nou, het museum stond er al 20 jaar. Er kwamen best wel veel mensen, maar het was wel een tikje aan de vernieuwing toe. Nou, dan moeten de plannen gemaakt worden, zonder al te veel te verklappen. Wat is de grootste verbouwing geweest? Eigenlijk, we hebben het hele pand leeggetrokken en zijn helemaal opnieuw begonnen. Dus alles is nieuw. Nou weet ik van oudsher dat als je hier op de vloeren loopt, dan kraakt het verschrikkelijk. Is dat over? Nee. Dat is het enige wat gebleven is. En dat vinden we ook eigenlijk wel heel erg leuk. Ja. Waar kwam dat idee eigenlijk vandaan en wie heeft de opdracht gegeven, Marjolein? Nou, het is iets wat gewoon heel hard nodig was. Het bestuur had al het idee van er moet iets gebeuren. De gemeente die vond dat er wel wat vernieuwing nodig was. En toen ik hier 3,5 jaar geleden kwam, toen dacht ik, nou, dit is een mooie uitdaging. Hier gaan we iets moois van maken. Ja. Eventjes een lelijke uitdrukking, maar waar ligt nu de stip op de horizon? Waar gaan we naartoe met het museum? Nou, wij willen heel graag een expertisecentrum worden over de Jenever. Gebeurt al, want we geven de distillateurscursus hier. Heel veel distillateurs komen hier naartoe. En we willen eigenlijk vooral iedereen laten weten, vertellen wat Jenever nou precies is en wat het belang van Jenever is voor ons als Nederland. Ja, hoe is nou jullie relatie met de Schiedamse stokers? Nou, die relatie is best goed, want als u goed om u heen kijkt, ziet u een Noletbar, een Ruttebar. En in het museum zijn de distillateurs ook vertegenwoordigd. Ja, Marjolein, eventjes over de mensen die er naartoe moeten komen buiten de Schiedammers. Hoe bewerken jullie de markt? Wij gaan eigenlijk vooral op zoek naar de mensen waar ze al zijn, waar ze zich begeven, op social media. Maar we gaan ook vaak naar foodbeurzen, naar drankplekken, whiskyfestivals. Dus we zoeken de mensen zoveel mogelijk op. Ja, mensen vragen zich wel eens af, ja, de directeur, wat doet de directeur zelf? Vind ik altijd een mooie vraag. Nou, dat is best een uitgebreide vraag, want wij zijn een klein museum met weinig mensen. Dus dat betekent dat ik ben projectleider, hoofdpersoneel, ik doe communicatie marketing voor het museum en ik heb dit hele project begeleid. Dus dat is best een aardig kluif geweest. Ja. Nou, dan moeten er natuurlijk tentoonstellingen worden georganiseerd. Ik ben de laatste keer bij jullie geweest met die etiketten, vond ik erg leuk. Wat staat er op stapel? Nou, na de herinrichting gaan we heel hard werken aan een serie tentoonstellingen. En die gaan over Jenever en de wereld. En dan gaan we elke keer kijken van waar in de wereld is nou Jenever terug te vinden. Afrika, Indonesië, verzin het maar, Australië, een aangespoelde fles. Ja. Er gebeurt eigenlijk heel veel met Jenever in de wereld. Word jij nou als directeur ook een beetje opgewezen van kijk uit en drink niet te veel en geen 18 jaar niet drinken? Absoluut, het is echt een heel goed aandachtspunt voor ons. Want het gaat bij ons niet om de hoeveelheid te drinken, maar het gaat om het product en de ambacht. En dat je dan af en toe proeft, dat mag. Maar de consumptie vindt niet bij ons plaats. Daarvoor verwijzen mensen ergens anders naartoe. Ja. En natuurlijk 18 plus. Eventjes over, je zegt het Jenever Museum. Nou ben ik niet zo'n kenner. Je hebt jonge Jenever en oude Jenever. Maar daar doe ik jullie waarschijnlijk tekort mee. Nou zeker, maar ik denk dat het een te lang verhaal is voor nu. Ik wil het best doen. Maar dan moet u ons museum bezoeken, want we leggen dat heel goed uit in de nieuwe zalen. Je zegt het goed, het museum bezoeken. Marjolein, wanneer kan dat gebeuren? Vanaf aanstaande zaterdag voor de Schiedammers staat in het Stadsblad van gisteren een soort coupon. Als u die inlevert, komende week komt u gratis naar binnen. Zo is dat. Nou, ik weet dat de receptie uit twee leuke stukken bestaat. JWTV sluit even af. Ik ben straks terug naar voor de deur, want daar wordt het spectaculair, toch? Dat klopt. En daar ga ik nog niks over zeggen. Zo is dat. Tot straks. Dankjewel.